Deventer voetbalclub Go Ahead is destijds, lang geleden, 100 jaar geleden, opgericht door Han Hollander, de bekende radioman. Het is een club die een grote indruk heeft gemaakt in Nederland en zijn stempel heeft gezet op het Nederlandse voetbal. 4 keer kampioen van Nederland, 16 keer kampioen van het Oosten. En dan gaan we nu kijken naar een filmimpressie van de Deventer cineast Jan Nomden. Dag opa. Wij zijn de roosgele manen, een hechte band bindt ons tezamen. Eén in vriendschap, één in strijd, waar wij ook gaan of staan. Wij bouwen op het groene veld, aan Go-Aheads eer en roem. Want rood, geel zijn de kleuren waarvoor we alles willen doen. Want rood, geel zijn de kleuren waarvoor wij alles willen doen. En hier staan we dan op een zonnige augustusdag 2002 in de bocht van de Walstraat. En achter ons het huis waar Han Hollander is geboren. Han en ook zijn broer Karel, oprichters van Go-Ahead. Hier heeft een heleboel zich afgespeeld. Vader was een handelaar in tweedehands spullen, zoals wij het in Deventer noemen, lompenjood. Vaak waren Joodse mensen in die tweedehands handel. En vader Simon wilde zijn kinderen toch een goede opvoeding geven en had hier dus een tweedehands zaak. Ja, je wist soms van tevoren, als je hier ging kopen, of het allemaal helemaal zuiver was, of in Joodse termen te spreken, of het helemaal koosje was. Ja, dus als je een jas kocht die te groot was, dan kneep Simon Hollander, de vader van Hannem, in de rug samen en zei hij van, het zit u als een gehoord. We staan hier aan de overkant van de IJssel bij Deventer, waar alles begonnen is van die legendarische club Go-Ahead. Hier op dit terrein, de zogenaamde Osseweert. De voetbalclub begon in 1902 onder de naam Be Quick. Maar dat mocht niet, want er was al een Be Quick. En dat betekende dat men de naam moest veranderen. De NVB, de Nederlandse Voetbalbond, stond dat niet toe. En nadat men de naam veranderd had, werd het dus Deventer voetbalvereniging Go Ahead, oftewel ga vooruit. Hier op de Osseweert, vlakbij de spoorbrug, speelde de jonge Deventer voetbalvereniging Go Ahead haar eerste wedstrijden. Men moest het veld delen met UD, want die had oudere rechten, hier op de Osseweert. De droom voor elke voetbalclub is natuurlijk een eigen trein. En zo slaagde men erin in 1906 een terrein te vinden voor Go-Ahead. Na overleg met het gemeentebestuur kwam men hier terecht in Diepeveen op de grens van de Boksbergweg en de Ganzenkooisweg. Hier stond ooit een bekend restaurant, café-restaurant De Halve Maan. Voor de Deventenaren en de Diepeveners natuurlijk De Halve Maanen. In januari 1906 speelde Go-Ahead hier zijn eerste wedstrijd tegen het Apeldoorse Robur et Velocitas. Men wilde voorkomen dat allerlei mensen zouden kijken en voor niks de wedstrijd zouden volgen hier op de weg ernaast. Dus er werden grote schotten geplaatst, zodat de mensen inderdaad moesten betalen, want de club had de centen brood nodig. Onder primitieve omstandigheden werd de eerste wedstrijd gespeeld. Af en toe gebeurde het dat de bal in de sloot kwam. Je moest daar het hekje door en de bal eruit halen. En zelfs kwam er af en toe ook een speler in de sloot. Het waren primitieve omstandigheden, maar wel een hele leuke met goede herinneringen. En zo waren het hele bijzondere tijden. In
In 1908 trok de jonge voetbalclub Go Ahead wederom naar de Osterweert. Maar nu ten noorden van de spoorbrug. En hier begonnen de eerste successen. In het seizoen 1909-1910 werd hier door de jonge Deventer voetbalclub het kampioenschap van de tweede klasse behaald. In april 1911 werd de jonge Deventer voetbalvereniging Go Ahead eerste klasse door een overwinning op Zak Zwolle. Wat een Deventenaar. Per boot, per fiets, per trein gingen ze naar Zwolle om hun club daar aan te moedigen. Hier op dit terrein werd Go Ahead vijf jaar later op 23 april 1916 voor het eerst oostelijk kampioen. Een jaar later, in 1917, werd Go Ahead voor de eerste maal kampioen van Nederland. In 1920 verhuisde Go Ahead van de Osterweert naar de Vetkampstraat, een geheel nieuwe locatie. Ze wonnen gelijk dat jaar de Oranje Nassau-beker, waarde in die tijd 2400 gulden. De beker was beschikbaar gesteld door de directie van de Oranje Nassau-mijnen in Heerlen. Het is 1922. Voor de tweede keer werd de club kampioen van Nederland. Go Ahead moest aantreden tegen Blauw-Wit. In deze beslissingwedstrijd wonnen de Rood-Gelen met 0-1. Als waardering kregen de spelers een gouden zakhorloge aangeboden door de club. Op 26 augustus 1922 kreeg de club een vaandel aangeboden door de burgerij voor het behalen van de tweede kampioenschap van Nederland. Op het vaandel een spelmoment uitgebeeld van de beslissingwedstrijd tegen Blauw-Wit. We zien achter het doel met de hoge bomen de Brinkgevenweg. Het gebied is nog onbebouwd. Unieke beelden. In de verte het witte pand van het psychiatrisch ziekenhuis De Brinkgeven met zijn hoge paviljoens. De panden zijn afgebroken, daarvoor in de plaats kwam later nieuwbouw. En daar rechts komt de oude Riedewijk in beeld. Het ligt helemaal afgelegen, ver buiten de stad. Ook deze wijk bestaat niet meer. En let u eens op de voetbalkleding. Die prachtige lange broeken. Veel bewegingsvrijheid. De wedstrijd is afgelopen. Wat een hoeden en petten. Wat een unieke historisch materiaal. Ik ben Hans Schoster. Dit is een oud kanonnetje welk omstreeks 1918 werd afgevoerd wanneer Go Ahead een doelpunt had gemaakt. Het is handmatig gemaakt door een broer van mijn vader, ome Derk. Mijn vader heeft het diverse malen bij thuiswedstrijden van de Rood-Gelen gebruikt. Het wordt nu nog jaarlijks gebruikt bij de aankomst van Sinterklaas op 5 december. In het seizoen 1929-1930 werd Go Ahead voor de derde maal landskampioen. Belangrijke spelers in die tijd waren de gebroeders Jan en Theo de Kreek en Leo Halle. Jan de Kreek voetbalde toen samen met Leo Halle, de Leeuw van Milaan, in het Nederlands elftal. Daar komen we zeker op een hoogtepunt en ik denk dat we dat ook zeker niet mogen onderschatten. Het Nederlands elftal. Haha, ja. Hij heeft hier drie keer in gespeeld. Ja. In 1930. In een betrekkelijk korte tijd, want toen was het nog de gewoonte om bijvoorbeeld Nederland-België te spelen en dan België-Nederland, return, 10 dagen of 2 weken daarna. Dat was toen nog eens lang. Maar drie keer heeft hij meegedaan, ja. Waren daar nog spelers bij waar je van zegt van dat was ook iemand uit Deventer of die speelde met hem mee? Toen In het Nederlands elftal was hij de enige. Met Albert Theo. Ja, ja, met zijn broer Theo. Die had toen ook in die jaren zijn vaste plaats in het eerste. En dat was prachtig. Ja. Ik ben B. de Kreek, oud 71 jaar. Oud voetballer van de Go Ahead Amateurs, meer dan 34 jaar. En ik ben de zoon van Theo de Kreek, die in de gloriejaren ook bij Go Ahead voetbalde. Samen met zijn broer Jan de Kreek, met diverse mensen zoals een Willy Heysink, een Jan Stenvert, Boelie Reemeyer,
De Koopmans, Leo Halle en Jan Halle. Niet alleen een rood-geel hart had, maar ook een voetbalhart. Voetbal betekende alles voor me. Bij mij is dat iets minder, maar ik heb er zeker geen last van gehad om een zoon te zijn van een beroemde, ik mag wel zeggen in Nederland, zeer beroemde vader. Ik kom nu nog regelmatig mensen tegen die zich mijn vader herinneren. Dat is een prettig gevoel, want het is een prettig mens die ervoor gezorgd heeft dat ik die dingen kon doen die ik graag wilde en die altijd de dingen die hij graag wilde ook deed. En dan nogmaals met de volle 100%. Kinderen en ik wilden de supporters van Gohet hartelijk danken voor de uitverkoring als beste speler van Leo van de 20e eeuw. In 1933 werd voor de vierde en laatste keer het kampioenschap van Nederland behaald. Hier de kampioenen van 1933 die met 3-0 van PSV wonnen. De triomfvlag die na de wedstrijd door de stad werd gemaakt met open landrouwers kreeg een enthousiast onthaal van de Deventer bevolking. De Gohet-spelers kregen van de Joodse rijwielhandelaar Moos Polak een mooi cadeau aangeboden. Een fiets, merk Tesor. Het omgekeerde van zijn dochter Rosette. Als je kampioen van Nederland worden, dan krijgen jullie allemaal een fiets. En toen zei Jan Halle, maak meteen die fietsen dan maar in orde. Want die ben je zondag wel kwijt. Poets ze maar vast goed op. Jan Halle was altijd de man die de zaak, zou ik zeggen, prakiseerde. En bij een wedstrijd in Amsterdam, zei hij tegen ons, jongens, als we straks veld op gaan, dan geef ik Leo de bal, maar jullie blijven achter mij en ik blijf achter Leo. En dan ga je, als hij erheen loopt, dan laat ik hem alleen het veld oplopen. En wij blijven gewoon in de hal, bij de tribune. Nou, zo gebeurde. En toen Leo een 20 meter of wel minstens op het veld was, toen keek hij achterom. En toen zag hij dat hij daar helemaal alleen stond. En het publiek eigenlijk alleen voor hem was aan het klappen. Veel toeschouwers in het Spangenstadion. Scheidsrechter van die middag was de heer Mutters. Go Ahead was de eerste helft sterker. En dat leidde uiteindelijk tot een doelpunt van Buiting. 0-1. Feyenoord moest komen. Dat leidde tot veel kansen die gemist werden. Tot ongenoegen van deze prachtige toeschouwers. Maar toch scoorde uit een daarvan Groenendijk de gelijkmaker. Maar dat hoor je daar zeggen. Hij werd niet geregistreerd door het oog van de camera's. 1-1 in het Spangenstadion op 11 juni 1933. En de toeschouwers bedankten. Meneer Roelofs, op wat voor leeftijd speelde u in het eerste elftal van DVV Gohet? Dat was met mijn 18e jaar in 1932. 1932 tot 1946 heb ik gespeeld in het eerste elftal van Gohet. Gohet moest spelen tegen in een kampioenswedstrijd tegen Ajax. En toen kwam Krebs, de firma Krebs, die kwam op de Brink en die zette daar een stellage neer. En daar werd de voetbalmets verslagen. Han Hollander was dat, geloof ik. Die was natuurlijk bij Ajax. En die deed het hele verslag en dan nam Krebs die nam dat op de Brink en dan liepen daar heel veel mensen en ik liep er ook met mijn vriendin en die stem van Han Hollander dat galmde dan over de Brink en wij liepen daar en opeens hoorden we van Roelofs is de ster van het veld. Nou, mijn vriendin die gaf me een duw en die zegt hoor je dat? En dat tegen Ajax, hè, dat is nogal wat. Nou ja, ik vond het ook wel leuk hoor. Meneer Bloemendaal, met welke spelers heb u vroeger gespeeld?
Nou, ik heb hier een fotoboek bij me. En dat was een redelijk goed elftal. Dat begon met Kees Kerdijk. Nou, Bloemendaal, Jan Kolkman, Henk Roelofs, Wim Voortman, Odiel van Maken. Odiel en dan Abs Kolkman, Harry Warenvoort, Herman Koopman, Steen van Malen en Appie Brand en Nijen van den Burg. Mijn plezierigste was nog dat ik het gekste kunstje zijn kon halen om het voetbalveld. Dat was op de hand staan en toch met de bal bij je houden. Maar ik weet wel dat de mensen zoals hij speelde, daar kwamen de mensen naar de stadions toe. En Henneman was zo'n spelertje, en vooral dus voor de tribune, voor de hoofdtribune op de Vetkampstraat. Die haalde daar met zijn tegenstanders de gekste dingen uit. Op een gegeven moment kroop hij bij spelers onder de bij tussen de benen door. En hoe beter of hoe meer capriolen of je uithaalde, hoe mooier of het werd. Meneer B. Bloemendaal, wat waren uw sterkste punten in het voetbal? Nou, dat was mijn snelheid. Want ik heb net tegen verschillende spelers gespeeld, u neemt zelfs al. En dan had ik een makkie aan, door mijn snelheid. En ik had een goede voorzet. Maar als ik die twee dingen niet had, dan was ik gewoon een modale voetballer. Hoe was het voetbal vroeger bij nu vergeleken? En wat vindt u van uw supporters van deze tijd? Nou, dat is haast niet te beschrijven, bij wijze van spreken. Op het ogenblik, als je de voetbalwedstrijd ziet, er is nog geen wedstrijd dat je de zaak kunt bekijken of er is een beetje klopperij en slaarderij. En dat was toen in die tijd niet. Toen in die tijd was het zo, er kwam zo'n, als je vrouw moest spelen tegen een buitenland zelfs, dan kwamen ze zo bij je om een handtekening. En er was niks als vriendschap onder elkaar, ook het publiek, daar je niks mee te doen. Ik vond het prima. Maar vergeleken bij nu, pet. Hier heb ik nou een foto van het kampioenschap van Nederland. Die Veenstra komt in Koolied en ik scoor 1-0. Tegen wie was dat? Heerenveen. En dan heb ik hier nog mijn 250ste wedstrijd. En dat werd gefeliciteerd door Abbie Brand. En dan stond bij op Abse Kolkman, Engie Koers, Tony van Gelder. En daarachter stond Harry van den Burg. Nou. Dat was van een mooie tijd. Kees was eens een keer, was ook tegen Heracles. Uit veld gestuurd. En toen hadden we later een feestavond in de Buitensociëteit. En nou, allemaal hadden ze meelied met hem, want ze zeiden, oh, hij had eigenlijk niks te doen, die schaats echt nog eens gek. Dat ze met velduur aan de stuur. Hij had zo'n hele riedel met je nevenvuur staan en hij dronk maar. Later had hij zo'n stuk in de neus. Toen zei pa, dan hoort joh. Nee, wat je doet, we stellen een taxi. Oh, Zanda, we stellen een taxi en gaan we naar huis. Toen hebben ze mijn feestmuts opgezet. Toen zaten we nou bij mijn ogen in huis. En mijn moeder die keek uit het raam en toen zei ze, oh, tegen mijn vader, opa, kom gauw op bed uit. Want Kees komt eraan en heeft de hele heuvel in verband. Maar dat was die feestmuts die hij opbouwt. Het seizoen 1940-41 was een rampjaar. Na 30 jaar zonder angst voor degradatie te hebben gespeeld in de eerste klas, volgde helaas degradatie naar de tweede klas. Dit elftal bracht Cohet terug in het seizoen 1941-42 in de eerste klasse. Die snapt machtig langs de lijn en wat is dat? Een schitterende voorzet, gewoon even doorgegeven door Bakhuis. Van Ellis wenkt naar binnen, heeft de bal een schot, goal! Ja, dames en heren, ik kan toch niet anders zeggen als wat ik u bij de uitzending al meegedeeld heb. Dat het een denderende wedstrijd was, een prachtige wedstrijd voor Holland. Later wordt hij sportverslaggever bij de Telegraaf. Pas op zijn 41ste verslaat hij zijn eerste interland voor de radio. De allereerste voetbalwedstrijd die live wordt uitgezonden. In 1928. De populariteit van Hollander kent daarna geen grenzen. Hij schrijft sportboeken. En hij is zanger, annex liedjeschrijver. Wij zijn niet bang om
achter een voetbal aan te showen. Wij zijn niet bang, op onze jongens kan je bouwen. Ons kale Holland elftal is niet te verslaan, zolang er zulke keien voor de doelmond staan. Als de Duitsers ons land binnenvallen, is het meteen over met de carrière van Hollander. Het onvermijdelijke gebeurt. Op 30 december 1942 worden Han Hollander en zijn vrouw naar concentratiekamp Westerbork afgevoerd. Zijn vrouw had als snedig repliek de vrouw van een Duitse Jood toegebeten: er komt nog wel een andere tijd. Wij zullen jullie rotmoffen dan wel krijgen. Zo denken hier vele andere Hollanders, maar ze zeggen het niet. Althans, niet waar de Duitse Joden bij zijn. Verraad door een alte kampinsas. Rapport aan de obersturmführer, die vond dat de huisvrouw van Hollander iets te ver was gegaan. Hij liet ze beiden in barak 51, de gevangenis, een vierkant huisje, opsluiten en hen op transport zetten. De ware reden is niet meer te achterhalen. Feit is wel dat op 6 juli 1943 het echtpaar Hollander naar het Poolse vernietigingskamp Sobibor wordt afgevoerd. 3 dagen later zijn ze dood. Het monument dat nu staat bij Coët op de Riedele Enk. Zij die ons door oorlogsgeweld ontvielen. Seizoen 1958-59. Coët kampioen en promotie naar de eerste divisie. Een triomftocht in de stromende regen door de straten van Deventer. Henk Wijmer, in de periode 1955-1956 speelde jij in het eerste elftal van DVV Coët. Kun je over die periode iets vertellen? In die periode bestond het elftal voornamelijk nog uit toch jongens uit de Deventer competitie. Ze kwamen van Laber, onder andere Maatman en van Roda, Henk Mol. Ja, dat was een beginperiode. Dit was natuurlijk als contractspeler geen vetpot, maar ja, het leek er iets op, laat ik zo maar zeggen. In 58-59 zijn we kampioen geworden. We hadden wel liefst een voorsprong van 10 punten. Toen het betaalde voetbal zijn intrede deed, kreeg jij een contract aangeboden. Wat verdiende jij toen? Ja, toen was het niks. Dat was in de beginperiode, de allereerste keer, het allereerste contractje. Dat bestond uit 2,50 voor de training. En dat als je verloren had, kreeg je helemaal niks. En 7,5 gulden bij gelijkspel en 15 bij winst. Dat werd de volgende seizoen werd het al wat beter. Maar je kwam altijd er geld tekort. Seizoen 62-63 was een goed seizoen voor Go Ahead. Een promotie naar de eredivisie en winnaar van de Fair Play Cup. Als jullie kampioen worden, kom ik van Utrecht naar Deventer lopen, heb je eens gezegd. Ja, en dat was dus in de winter van 62-63, die belofte. In 63 was er dus inderdaad een promotie naar de eredivisie. En toen heb ik die Kennedy-mars van ruim 80 kilometer gemaakt in gezelschap van Bab van der Voort, de doelman destijds van Go Ahead, en nog een supporter. En ik moet zeggen, als ik daar nog eens wat foto's van terugkijk, dan maakt dat nog steeds een heel plezierige indruk. De ontvangst die mij toen ten deel viel in Deventer. In 1963 kocht de Stichting Betaald Voetbal Deventer, waarin onder meer de Deventerkring van werkgevers en het gemeentebestuur waren vertegenwoordigd, het pand Brinkgeweg 238, waar talentvolle jeugdvoetballetjes uit het hele land gehuisvest zouden worden. Mevrouw Veenstra, u hebt 7 jaar met uw man het Coët Eagles internaat beheerd. Kunt u over die periode iets vertellen? Oh, zeker. Mooie tijd heb ik gehad. Fijne jongens. Ik heb nog contact met een van de jongens, dat is Jan Korte. Die is trainer bij Veendam. Daar heb ik altijd nog contact mee. Dan had je ook nog een verhaaltje over Frank Masmeijer met die taart. Oh ja. Hoe was dat ook alweer? Ik had visite en we hadden een verjaardag gehad en dan met taart in de koelkast en dan wil ik daar aanbieden. Toen zeggen ze tegen mij van, heet die taart zelf maar op, want die is niet lekker.
Toen zei ik, hoe kan dat dan? En toen proef ik, toen hadden ze er zout tussen gedaan. Dus er komt iets jaar weggooien. En wie had dat gedaan? Frank Marsmeijer. Ik ben hier gekomen, ik was getrouwd met mijn vrouw en ik had een dochter van een jaar, Nathalie. In het jeugdhuis. Overdag twee keer trainen. Dus dat hield in dat je dus eten deed en drinken in het jeugdhuis. Ik moet zeggen, dat was een gezellige periode. En heel gezellig was het vaak aan tafel. In verband met het eten bij moeder en vader Veenstra. Ik was nogal wat gewend vanuit mijn tijd in Limburg, Bourgondisch. Ik was een goede eter, goed beleg op het brood, zeker omdat je twee keer moest trainen. En dan legde ik er nog wel eens wat dik het beleg op. En dat was dan altijd even lachen geblazen in het jeugdhuis. Dat de spelers dan zeiden, ma, Veenstra, kijk eens wat Jo doet. Die legt het beleg er behoorlijk dik op. Zij moe Veenstra altijd, Jo, dat kan niet. Want we moeten maar met dit en dit doen. Maar dan waren die jongens zo spontaan, die zeiden, ja joh, neem dat van mij maar, want ik lust dat toch niet. Dus je had dan in principe wel een goed belegde boterham. Heel leuk detail was het warm eten, 's middags. We hebben een keer aan tafel gezeten met Dwight Lodewegens, ik vergeet het nooit. Ik was een goede eter, maar hij kon er ook wat van. Toen kwam de pan met de aardappels op tafel. En voordat iemand ook maar de pan te pakken kon nemen, had Dwight hem al te pakken en die kiepte. De hele pan met aardappels, nou ik zie het beeld nog voor me, ze was bijna helemaal leeg op zijn bord. We zaten met 7, 8 man te kijken van ja, wat moeten we daarmee? Niemand had een aardappel. Het is daarna wel wat verdeeld, maar het was wel even leuk dat Dwight dat even deed. U heeft ook een bepaalde periode in het jeugdinternaat meegemaakt. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, ik heb er maar 1 jaar in gezeten. Ik weet nog wel dat Jo, want we hadden straks even over Jo Curve. Jaan de Graaf die komt bij de club en Bob Maaskant die begeleidde Jaan voor het eerst de kleedkamer in. Daar zitten alle spelers netjes op een rijtje daar. En Jaan de Graaf die gaat zich voorstellen aan iedereen. Maar Jaan had een klein probleempje, hij stotterde een beetje. Jo heeft ook wel eens de neiging om iets te stotteren. Dus Jaan die loopt met Bob Maaskant langs alle spelers heen en stelt zich voor. En dat ging allemaal niet even vlot, want dat was natuurlijk een beetje zenuwachtig. Je komt voor het eerst bij spelers. Uiteindelijk komt hij bij Jo Curve aan. Toen zegt hij Jaan de Graaf. En toen zegt hij Jo Curve. Toen werd Jaan, die werd kwaad op Jo. Denkende dat Jo hem in de maling zat te nemen. Toen zegt hij, Jo, maar ik stotter ook, zegt hij. Dus dat was gewoon een hele komische op dat moment. Bettis, je hebt samen met Jans 3 jaar het Coët-internaat aan de Brinkgevenweg gerund. Kun je iets vertellen over die periode? Nou, ik kan er wat van vertellen, maar ook weer niet zoveel, want dat is ook wel weer een heel tijd geleden. Kijk, ik werk mezelf nog aan de pompen op de Rolteweg. Maar ze hebben me vaker genoeg gepest. Ik ben ook vaker genoeg door de jongens zelf, wie hebt hem met plezier werk, dat ben ik eerlijk niet. Ook door die jongens vaker dat ze mij op de tovenlijn bij wie spreken. Want ik heb toen alle tanden laten trekken in die tijd. Hè? Dus je kunt me nog om wat ze met mij uitgesproken hebben. Dus uit een André van der Leij, Johan Derksen. Hè? Dan zal ik nog even een staaltje over Johan Derksen zeggen. Ik kom een keer op een zondagmiddag met die vrouw, wie weinig geluk heeft bij geweest. Ik denk, tonte tot. Wat is er toch gestommel in die kelder? Hè? Maar in die kelder, dat is toch ook de verwarmingsapparaat, hè? Maar dat bulde dan ook wel eens. God, kijk, en wie komt er met een grietje zitten? Johan Derks. Hoe was André van der Leijn dan? Nou, dat was echt een muiter. Goed joh, maar allereerst een muiter. Maar als je s'nachts eens een keer bij kwam, dan denk je van wat lukt er toch? Dan liep hij weer eens in onderbroken in de kamer. Hij was al zwart, dus ik kon hem nooit zien. Want die vraagt al die snappers wie die is, die zat nog eens in de koelkast te rotten en te trekken. Oh, dat is ja een heel ongelukkig moment. Dat is een hensbal, waardoor scheidsrechter Beltman niet anders kan doen, omdat dit binnen een strafschopgebied gebeurde, dan een Feyenoord een strafschop toekennen. Ja. Dit fluitje snerpte over talloze voetbalvelden in heel Europa. Maar ook bij Ajax, Feyenoord, PSV. En het horloge gaf de tijd aan.
maar wel de Willem Beltman tijd. Hoe was de ervaring met Willem Beltman? Ja, was een man recht door zee, grote mond, maar ook een klein hartje. En was, dacht ik, de man op het juiste moment bij Go Ahead Eagles gekomen, die het zo ver gebracht heeft dat wij zelfs nog Europa Cup hebben gespeeld. Hij was een man die keihard was, maar wel rechtvaardig en eerlijk. De medische capaciteit, de medische ruimte waar dokter Strikwarda de leiding over had, die ook door Willem Beltman aangetrokken was, was ook een van zijn vrienden uit die tijd. Nou, dat was een van de meest vooruitstrevende medische afdelingen in het betaalde voetbal. Dus ik denk dat al met al Willem Beltman in zijn eerste periode bij Go Ahead van onschatbare waarde geweest is. En Go Ahead Eagles, of Go Ahead toen de tijd, eigenlijk heel goed op de kaart gezet heeft. Wie was Wim Beltman en hoe was hij als echtgenoot? Wij hadden vroeger een smeedwerk in ons huis hier en daar stond op, leg neer die bal. Dat was voor de vrienden en familie van, met andere woorden, als je hier bent, dan is er, leg neer die bal. Maar zo gauw Wim thuis was, was het andersom. Dan was voor hem, leg neer die bal, want dan was ik de spil waar het om draait. Wim Beltman was een strijder en er was één ding, Go Ahead moet je. Een prachtige start, voetbalstart en een goede team hebben. En hij was vaak uitgelachen, maar ik had enorm veel respect. En ik vind Wim Beltman was toch de eerste dat is echt begonnen van dat professional voetbal in Deventer te brengen. Prins Bernhard opende het benzinestation van uw man. Kunt u vertellen hoe dat precies gegaan is? Ja, Wim die vroeg aan de burgemeester van Deventer, zou jij mijn benzinestation willen openen? Maar deze man voelde daar niet zoveel voor. Hij zegt, ik kom niet voor een eenmanszaken, dan kan ik alle dagen wel dat soort dingen doen. Toen zegt Wim, nou dan zorg ik toch dat jij komt. En die heeft toen stappen ondernomen en gevraagd als prins Bernhard dat wilde doen, zijn secretaris. Meneer Verneerde was daar eerst niet voor te porren, maar toen is Wim zelf naar het Paleis Soestdijk geweest en hebben ze daar tot overeengekomen dat prins Bernhard had gezegd en ik ga toch naar Willem. En zo is dat geweest dat wel de burgemeester van Deventer aanwezig was met zijn grote ketting om. Nou, waar de speler Willy Kraus uit Duitsland, echte Duitser, keihard in de wedstrijd. Qua training was hij nog wel eens is slap. Als hij er onderuit kon komen, dan deed hij dat. Zeker als hij na een wedstrijd naar Duitsland terugging. Dus op een dinsdag belde hij op dat zijn verloofde of zijn vriendin ziek was. En last had van de blinde darm. Nou, Beltman geloofde dat niet en is toen in de auto naar Gelsenkirchen, want hij kwam van Schalke af, naar naartoe gegaan. Nou, toen bleek echt wel dat zijn vriendin een blinde darm had. Alleen het was een blinde darm van 9 pond. Het was een dochter. Dus dat kregen we dan ook te horen. U speelde 20 jaar voor DVV Go Ahead, later de Eagles. Kunt u iets vertellen over deze lange periode? En wat was uw beste periode en met welke spelers speelde u toen? Ja. Ik denk dat ik over twee periodes moet praten. Zeker de toen ik als 18-jarig ventje het eerste van Go Ahead kwam, onder Vadronk en Brand. Dat was de meest leerzame periode met spelers als Wietse Veenstra, Dick Snijder, Oekie Hoekema, Nico Reynes, Gerrit van Tilburg, Nico Verzocht natuurlijk op de goal, Wanna Somme, ja, noem maar op. Dat was eigenlijk nog de tijd dat Go Ahead derde, vierde van Nederland speelde. En ja, je gewoon trots was dat je in het eerste van Go Ahead speelde. Ik denk dat ik aan het eind van het seizoen had ik aanbiedingen van Ajax, Feyenoord, PSV, Club Brugge en Straatsburg. En uiteindelijk geen van alle werd wat. Ik was natuurlijk een beetje wijs geworden ook door mijn beenbreuk. En toch wel de boel heb ik toen leren relativeren eigenlijk. En
om dan een keuze te maken om full prof te worden, ja, dat is dan best wel moeilijk. Daarbij kon ik eigenlijk toch niet dat verdienen wat ik dacht te moeten verdienen. En toen teken ik eigenlijk een vierjarig contract bij Go Ahead. Wat was uw ervaring met trainer Dr. Vaderhoms en Joop Brandt? Ja, dat zijn de twee mensen die het meest bepalend voor mijn carrière zijn geweest. Omdat zij je dus eigenlijk gekneed hebben van amateurvoetballen tot profvoetballen. Dus dan maakte je veel meer bewust wat je wel kon doen en wat je niet kon doen. De techniek moest enorm aangeschaafd worden en daar heeft echt Vader ook gigantisch veel uren in gestoken. En ook Joop Brandt uiteraard. Het rationeel leren denken ten aanzien van sport, vooral van Brandt geleerd. De emoties in de sport van Vader ook natuurlijk weer geleerd. En daarbij een goed profklimaat met toch een hele directe vent als een Gerrit van Tilburg als leermeester. Een ontroerend moment. Op de algemene begraafplaats in Goorle legt een aankomend jeugdig co-ed-talent bloemen op het graf van dokter Franiszek Vaderhoms. De beste trainer die Go Ahead ooit heeft gehad en een van de sympathiekste mensen. Welke trainers heb je daar meegemaakt? Nou, toen ik was meneer Brandt er. En toen kwam na een jaar van stage lopen Beenakker, die nu technisch de man bij Ajax is. En ik heb dan John Eelman nog meegemaakt en dokter Vaderhoms natuurlijk. Ja, dokter Vaderhoms is de man van de regenjas uit Tsjechoslowakije. De vader van het Nederlands voetbal eigenlijk een beetje. Hè? Ja. Wat was dat voor een man, Vaderhoms? Vaderhoms was een man die ging voor alles. Sport was zijn man, zijn liefde. Hij stond elke morgen en dan zei hij ook, de bos vooruit, inademen en dan ga je weer deze dag, want je bent er weer. Je bent gezond en je mag weer vandaag leven. Nou, dat heb ik altijd en dat merk je vanzelf wel, dat ik dat altijd hoog in vaandel heb staan. Dat je elke dag moet profiteren van het welzijn, dat je gezond mag zijn. Dat je weer mee mag maken wat je mag meemaken. Ja. Nou, daar ben ik ooit begonnen bij Go Ahead. Daar vind ik wel leuk dat jullie hier langskomen. Ja, daar wou ik dus direct met u binnen ook. En ik denk ook dat het dan geen toeval is. Want als ik zie de jaren dat u bij DVV Go Ahead aan het werk bent geweest. Dat is zo'n beetje rond de jaren 64 geweest. Tot en met 1970. En ik zie dan het lijstje. En ik zie dan bij de kampioenschappen van die jaren. Tweede. Zelfs één keer kampioen van Nederland. Een derde. Dan denk ik toch dat u daar ook al behoorlijk werk hebt neergezet. Kan u kort iets vertellen over die periode en wie u toen als spelers had? Nou, die periode is eigenlijk begonnen bij de wedstrijd Heracles. Ik was toen speler-trainer bij Heracles, maar ik was er bij Heracles ook nog eens jeugdopleider of hoofd van de opleiding daar. Dus eind van het seizoen wonnen wij van Go Ahead. Die hadden toen een superteam in met Dickie, met Wiets en al die jongens. En toen wonnen wij met 4-0 en s'avonds werd ik toen de beltman gebeld of ik het jaar erop naar Deventer wilde komen. Nou, dat sprak mij enorm aan, want de mogelijkheden ook bij Heracles waren toch een stuk minder dan de mogelijkheden bij Go Ahead. Nou, Go Ahead had toen een fabrikantenkring, nou, toch wat namen graag noemen, mensen die ik heel hoog had zitten. Voorzitter was toen commissaris van politie, meneer Oosting. Nou, en dan zeg maar meneer Van den Burg, Van Diepdruk, Gorter, Van de Kluwer, Van de Werf. Nou, niet te vergeten onze tussenpersoon altijd, Vaderhonk en mij met het bestuur, Richard Raanhuizen. Die momenteel, dacht ik, president is van de Wereld Golf Federatie. Dat waren in mijn ogen unieke mensen die het ook financieel goed voor elkaar hadden. Nou, met als tussenpersoon voor hun dan ook Beltman. Nou, die mensen hadden ook een jeugdhuis gehuurd. En eigenlijk was Go Ahead toenertijd 30 jaar zijn tijd vooruit. En we hadden een jeugdinternaat. De jongelui konden 's ochtends trainen voordat ze naar school gingen. We hadden daar ook met de tropische landbouwschool en ook met de middelbare school. Er waren allerlei mogelijkheden om met de jongens direct na schooltijd te trainen. Want ik vind het nog steeds nogmaals bizar dat jeugd in avonturen opgeleid moet worden. Iedereen die talent heeft in Nederland, in wat voor richting ook. Conservatorium, de kunstacademie, de kappersopleiding. Dat zijn allemaal dagopleidingen. En Vitesse, of Go Ahead heeft toen de tijd, ja, eigenlijk een opening gemaakt.
En toen werd helemaal niet meer gesproken over Feyenoord en PSV en Ajax. Maar de beste jeugdopleiding was toen de tijd Go Ahead. En daar sprak iedereen over. Wat heb je daar in kort ervaren in een stad als Deventer, wat het gevoel Go Ahead betekent? Nou, dat heb ik bij Roda ook gehad, daar kom jij ook vandaan. Ik vond het ook een hele fijne club. Een hele hoop mensen hebben aan mij wel eens gevraagd toen ik naar Roda ging en toen ik naar Go Ahead ging en nu bij Deventer. Hoe kan een Amsterdammer daar zo makkelijk aarden? Maar ik denk dat ik toch bij Go Ahead en zeker ook in Roda de mentaliteit heb gevonden die ik zelf heb. Go Ahead toen het uit ook zat slecht en toen kwam Dickie en ik, die kwamen, ik was 41 daar, dat is natuurlijk een mirakel. En nou, die heeft de hele ploeg ongelooflijk de schouders eronder gezet en we hebben fantastisch gedaan. En ik heb alle bij elkaar 6 of 7 jaar bij Go Ahead gewerkt. Ik heb er bijna 4 jaar gekiept en ik ben nog een tijdje tweede elf trainer geweest en assistent trainer. Is de beste voetballer aller tijden van het DVV Go Ahead, Rooyigheid Gerrit Nyhuis. Alom bekend als een briljante technicus, een fantastische kopspecialist, maar vooral ook bekend om het feit dat hij duivenmelker en duivenliebhebber was. En ik herinner me nog als de dag van gisteren dat wij aan de kant van de Vetkampstraat een corner tegenkregen. Ik was rechtsback, diende de eerste paal te dekken en op een gegeven moment hoor ik: Derek Kiek, daar ging de witpennen van mien. Oh, die is mooi vroeg. Ik val in de priesen. En het mooiste kampioenschap is kampioenschap van Nederland geweest. Helaas hebben we die wedstrijd verloren. Dat was Go Ahead Volendam. Met de gebroeders Muren in de gelederen. En toen speelden wij hier aan de Vetkampstraat voor 10.000 toeschouwers. Dat was een belevenis. We hebben dus behoorlijke resultaten gehaald met dit elftal. En we hebben dus, nou ja, van die 2-1-eenheid, dat was meneer Beltman en dokter Vaderlands, die met ook weer de jeugdopleiding Jo Brandt, werd het een bolwerk, Go Ahead, waar iedere tegenstander bevreesd voor was. Na 1 of 2 jaar, in een moeilijke periode Eredivisie, werden dus ook nog een aantal spelers aangetrokken die ook het niveau weer opgekrikt hebben. Ik denk aan Henk Warnas, rechtervleugelverdediger, Pleustrik, die daar mede toe bijdraagde. Wietse Veenstra kwam in het elftal vanaf de jeugd. Knakkie Snijder, zoals we hem noemen, dat is Dick Snijder dus, zorgde ervoor dat Go Ahead ieder jaar een of meer plaatsen dus stegen op de ranglijst. En ik heb ook een verhaal gehoord dat jij moest voetballen zondagsmiddags. Maar toen had jij kermis gevierd. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, ik was zaterdagavond met Dickie van der Kuyt, ook een van de spelers die bij me speelde in de tweede elftal. Hij zegt, zullen we vanavond eens even naar de stad gaan? Ik zeg, nou dat doe ik liever niet. Ik zeg, want ik wil een beetje concentreren op de wedstrijd. Toen zegt hij tegen mij van, nou eventjes dan. Nou, we komen in de stad terecht en dat liep helemaal van die kant uit de hand. Wat heeft die muiter toen gedaan? Die heeft me daar voor de Luxor, er stond een zweefmolen, heeft hij me in dat zweefmolentje gezet met het zeiltje eroverheen. En het gekke was dat ik 's morgens om 10 uur ging die zaak open en toen haalde ik me die kerel onder dat zeiltje vandaan. Maar ik was nog niet goed bij en mijn vader en moeder die hadden al mensen ingeschakeld dat ik niet thuis was gekomen. Dus ik heb van je welste thuis op mijn donder gekregen en ik ben 2 maanden teruggezet naar een lager elftal. En in welk jaar was dat? Ik ben van Telstra af benaderd door Berry Hoeks, die heeft me dus naar Deventer gehaald in 1970. En ik ben in, dat was toch nog DVV Go Ahead. En een jaar later heeft Hoeks met bestuur van Go Ahead, met voorzitter Brand, het voor elkaar gekregen om de amateurs van de prof te scheiden. En toen werd het Go Ahead Eagles en toen ging Go Ahead spelen in het paars. Kun je nog een leuke anekdote vertellen? Voetbalcarrière. Berry Hoeks die vond het op een gegeven moment noodzakelijk om met poppen uit een winkel, een kledingzaak te werken, aangekleed door Ruud Geels en Dick Beek. En die moesten dan tegenstanders moesten die dus aangeven. En toen vroeg hij op een gegeven moment naar mij of ik een pop wilde verplaatsen. Toen heb ik die pop weer zo verplaatst dat ik met mijn pop tegen een andere pop aangestoten, die onviel bewust.
En toen kreeg ik daar ongenadig om het donder ten aanzien van, ik denk 100 man aan de kant van Zwarte City stond te kijken. En ik denk zeker dat we die persoon niet mogen vergeten. Hij was niet alleen groot figuurlijk, maar ook groot in zijn voetbalkwaliteiten als doelman, Nico van Zochel. Nico, hoe gaat het met je en wat doe je op dit moment? Het gaat uitstekend. Ik woon in Didam en ben assistenttrainer bij NAC Breda. Met nog steeds aan de zijde van Henk ten Katen. En één speler heeft de sleutel omgedraaid. Ik, dat wist ik ook niet. En ik, mijn lullen met die pers allemaal. Als ze nou hier een bedankt en die gaan de deur van binnen proberen naar buiten te gaan. Want we moeten om 2:00 beginnen. En ik kon de deur niet openkrijgen. Ik was op slag, dus ik bam, 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 de deur. Klaas, de treinchef, kom langs, hoor de klappen. Deed de deur, wat doe je hier? De deur was op slag, man. Als hebben jullie het gedaan? Ze zei, nee, ik heb het niet gedaan. Zo, ik is nou 2:05, zo ik naar buiten. Kwaad, ach, was kwaad. En ik kost al die spelers van ze bij. Ze wie heeft dat deur op slot gedaan? Nou, ze keek me allemaal aan. Als ze wie heeft dat deur op slot gedaan? Nou, geen reactie. Als ze nou, laat ze maar op. Pissen, allemaal, laat ze maar op. Ik wil je niet eens zien. Je bent lafaards. Je kent niks. Weg. Als ze 6:00 vanavond is trainen. Nou, laat ze maar op. Zij allemaal weg. En 6:00 ga ik op veld, ik zet die ballen neer, pionnen neer, alles 6:00. Niemand. Uit die periode ook eigenlijk een leuke anekdote die eigenlijk al heel lang de ronde doet. Ik heb dan zelf ook bij Go Ahead gespeeld en dat, die verhalen zijn dan toch bovengekomen. De opsluiting van Barry Hughes. Ik weet niet, hij zal hem zelf ook wel verteld hebben, maar van mij is het echt een verhaal. Nou, dat had eigenlijk te maken met, ja, zoiets ontstaat spontaan. Ik heb met die dingen nooit nagedacht. Je ziet iets en je doet iets. Ja, anders is het ook geen humor. Maar Joeks ging er altijd praten op dat hij precies op tijd de training begon. Het was op vrijdagmiddag en voor de wedstrijd tegen NEC. En hij zat in zijn trainingskamertje achter in de gang, zat hij met 2 mensen van de pers te praten. Maar hij had die sleutel in de deur zitten en je moest langs zijn deur om je voetbalschoenen te halen. En nou, ik haal mijn voetbalschoenen, ik zie die sleutel zitten, dus ik draai de dingen heel zachtjes om. En toen trainden we op het landbouwveld. Nou, en Henk van Brussel die was tweede trainer, dus op een gegeven moment was het 2:30 en nou ja, hij kon ons natuurlijk vanuit zijn kantoortje kon hij ons wel horen op het trainingsveld. En Henk, is het geen 2:30? Ja, nou ja, het 2:50, het 2:45. En op een gegeven moment ging Henk van Bussel die ging naar binnen toe. En ja, toen die deur open, maar hij was kwaad. En toen kwam Henk van Bussel, die kwam terug en die zei, er wordt vanmiddag niet getraind, want vanavond om 6:00 trainen. Een onzin, dat lag allemaal, weet je wel. Onzin, ik zeg, je moet even tegen hem zeggen. Ik zeg, zeg maar dat ik die deurslag gedaan heb. Ja, dan moet hij mij maar een boete geven. Nou, niks, geen kluiten meer te maken. We moesten dan 6:00 trainen, maar toen kwamen de verhalen. Koos Kroef zei, ik heb een crematie. Henk Warner zei, ja, ik moet om 6:00 warm eten. Dus wij spraken gewoon, nou, om 6:00 wordt er niet getraind. Dat doen we niet. Jullie klom ook wel over de muur, heb ik gehoord. Wij hebben hier heel wat kattenkwaad uitgehaald. Want onze drijknecht Jan de Kreek, die was zeer alert, want die was zeer zuinig op zijn spul. Ja, en na die tijd, ja, als Jan weg was en dan was het 's avonds gesloten, dan kloppen wij over de muur. Ja, en we hebben heel wat gedaan voor hem. En dat durf ik onder andere wel te zeggen, dat wij 's avonds, daar gingen wij midden op de. Op het veld, dan gingen we op de middenstip en dan gingen we scheiden. Nou, en dan was lachen hier een bron, want volgende dag, nou, dan zwaaide er wat voor ons, want Jan de Kreek wist precies wie dat allemaal gedaan had. Dus dan moesten wij echt hol, want hij schopte een bal en alles schopte hij naar ons toe. Maar we hebben in die tijd wel een heel erg leuke tijd gehad. Ja, Dirk, we gingen een keer zwemmen met alles wat met Go Ahead te maken had. En Dirk Hupsakee, zoals hij is, die dook ook het diepe in. Alleen toen hij in het water lag, kwam hij tot de conclusie dat hij eigenlijk niet zo goed kon zwemmen. Dus Dirk die verzoop zo wat en hij schreeuwde. Maar iedereen dacht van ja, die snijder die loopt de zaak weer te besotemieteren. Dus laat maar gaan. Maar uiteindelijk is hij toch uit het water gekomen en is dat dus allemaal nog goed afgelopen. Apentrots
En ik vind het hartstikke fijn dat ik onderdeel uit mag maken van de jubileumfilm Go Ahead 100 jaar. En ik denk dat dat zeker een koninklijke onderscheiding waard is. Ik wens in ieder veel succes in de toekomst, veel gezondheid. En ik ben er trots op om één van die rood-gele Go-Ahead'ers te zijn. De veelbesproken scheiding tussen profs en amateurs kwam moeilijk op gang. In de eerste jaren van deze periode bleef het bij woorden. Op 1 april 1971 werd de scheiding een feit. De eerste aanzet tot de afscheiding kwam door het derde elftal, toen het eerste amateur-elftal, dat in de reserve eerste klasse van de KNVB speelde. Na moeizame onderhandelingen kwam de scheiding tot stand. Go-Ahead ging verder als amateurvereniging. Go-Ahead zou Go-Ahead niet zijn als er niet geknokt werd. Met jeugdig enthousiasme ging het bestuur aan het werk om de opbouw van de Deventerclub te realiseren. Onder leiding van diverse trainers vocht Go-Ahead zich een weg terug naar de top. Enthousiasme, techniek, sportiviteit en gemeenschapszin waren de pijlers van het succes. In het seizoen 73-74 volgde een kampioenschap en een promotie naar de derde klasse. Een seizoen later was het succes helemaal compleet toen Go-Ahead overstapte naar de tweede klasse. We zijn dus ook vrij makkelijk kampioen geworden. Onze grote concurrent was Roda, maar in de beslissende wedstrijd hebben we die met 3-1 verslagen en zodoende zijn we dus van de vierde naar de derde klasse gepromoveerd. Ook op derde klasse niveau waren de spelers, waar onder andere die het as vormden, en ik noem een paar namen, zoals Ernst de Maarten, Gerrit Bouwmeester, Henny Blanken, Harry Lammes, Dennis Bolt en Hans de Voorde. Nou ja, dat was die periode met Hondeling als trainer. En dat kan ik rustig zeggen, dat waren een van de mooiste jaren die ik meegemaakt heb. Ik werd Hondeling die kwam en dat was van begin af aan stevig aanpakken. En Hondeling stond bekend als een echte serieuze man. Het was niet zo dat hij altijd kon gieren en lachen en brullen en zo, maar Hondeling was echt een serieuze trainer en er moest aangepakt worden. Ik heb altijd met 100% een heel veel plezier bij Go-Ahead gevoetbald. Ze worden geselecteerd op voetbalkunde, kwaliteit, mentaal, hoe sterk ze zijn. Dat is natuurlijk uitermate een moeilijke selectie om dat nu al te doen in het stadium. Met de ouders wordt gesproken om te kijken of ze erachter staan achter de filosofie van de quality teams. Je moet niet vergeten, je moet 3 keer per week trainen. Je moet door de week nog regelmatig oefenwedstrijden spelen. Het is een behoorlijk zwaar programma. Dus de ouders zullen dat vanuit huis moeten gaan stimuleren. Lukt dat niet, dan is het gedoemd te mislukken. Waar ligt bij de quality teams het accent op? Speerpunt ligt op ontwikkeling van voetbalkwaliteiten. Daartoe hebben we een voetbaltotaalprogramma dat met name het accent legt op analyseren. Analyseren van voetbalspel. Niet alleen bij de trainingen, maar ook in voetbalstadions. Jongens krijgen soms opdrachten om spelers te volgen en analyses te maken samen met de trainer. Thank you.
archivaris van de Deventer Voetbalvereniging Go Ahead. En we zijn meer dan anderhalf jaar bezig geweest met het zoeken uit foto's, documenten voor het boek. Harry Ontheven, de schrijver, is ook bezig geweest in andere archieven en heeft daar samen een prachtig mooi boek van gesmeed. Pieter, heel fijn dat je vanavond hier aanwezig bent en ik wil je graag het eerste exemplaar aanbieden. Het jaar 2002 is een bijzonder jaar voor Go Ahead. Op 2 december 2002 bestaat Go Ahead precies 100 jaar. In die 100 jaar heeft Go Ahead veel betekend voor Deventer en zeker ook voor de voetbalwereld. En natuurlijk niet te vergeten al die leden, supporters, spelers, ouders die de afgelopen 100 jaar met veel plezier hebben gevoetbald bij Go Ahead en het lidmaatschap van hun club in ere hebben gehouden. 4 keer landskampioen, 16 keer oostelijk kampioen. Een prachtig resultaat. Go Ahead heeft een geweldige historie. Toen in 1971 de wegen van de betaalde voetbal en de amateurs scheiden, bleef Go Ahead Go Ahead en de betaalde voetbal werd een stichting. Go Ahead Eagles. Maar de gezamenlijke historie bleef. In dit jubileumjaar werd Go Ahead weer eens kampioen. Hebben we een tweetal fantastische erewedstrijden gehad in juni en augustus. En op 31 oktober werd het boek Go Ahead 100 jaar gepresenteerd. Eind november gevolgd door een tentoonstelling, een reunie van oude eerste elftalspelers, alle leden, een jeugddag in de Ajax Arena, een receptie, een feestavond en een verjaardagviering op maandag 2 december. En daarmee sluiten we het jubileumjaar af. Vele leden en medewerkers hebben zich voor deze vele activiteiten geweldig ingezet om dit allemaal te realiseren. In deze film heeft u vele mensen aan het woord gehoord die op de een of andere wijze met Go Ahead iets hadden of nog hebben. Leuke anekdotes, vraaggesprekken en natuurlijk niet te vergeten, prachtige historische beelden maken deze film tot een uniek document. Welke kan worden toegevoegd aan de unieke zaken die Go Ahead al bezit. Als voorzitter wens ik deze unieke club een goede toekomst toe. Opa, zing dat mooie lied nog eens van Go Ahead. Hoera, Go Ahead is kampioen, wij juichen alle mee. Voor het schitterend oostelijk elftal en riepen luid toe zee. Zij hebben door een kraner spelen de koningswijk gezet. Lang leven de roodgelen, ons Deventer Go Ahead.